Tijdens de jaarlijkse persconferentie in aanloop naar de Nijmeegse Vierdaagse maakte burgemeester Bruls onder andere bekend dit jaar extra controle uit te voeren op alcoholgebruik onder minderjarigen. Jongeren zullen niet direct beboet worden wanneer zij worden betrapt met alcohol, maar krijgen een zogeheten kansenkaart. Op die manier zou de sfeer tijdens de Vierdaagse gemoedelijk blijven. Wat ons de afgelopen jaren wel opvalt, dat toch een behoorlijke groep minderjarigen worden aangetroffen met veel drank en ook vaak stomdronken, letterlijk in de goot liggen. En we hebben gezegd, daar willen we dit jaar wel eens wat extra aandacht aan besteden. Dat is nergens voor nodig. Niet alleen omdat de wet het niet toelaat, maar het is gewoon echt gevaarlijk als jongeren te veel alcohol gebruiken. Maar wat we dit jaar gaan doen is naast de gebruikelijke controles die we hebben op de horeca, de supermarkten die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor de drankverkoop, gaan we ook op de invoerswegen van het stadscentrum, op verschillende momenten van de dag, die ik natuurlijk niet ga verklappen, gaan we jongeren vragen om zich te identificeren. Als blijkt dat jongeren is of ze alcohol bij zich hebben. Als dat het geval is, dan kunnen ze het vrijwillig afgeven. Dan krijgen ze een soort kansenkaart. Het is een speelse manier. Het is echt letterlijk een kaart waarop je dan invult hoeveel drank je hebt afgegeven aan degene die je heeft gecontroleerd. En op die manier hopen we op een speelse manier de bewustwording te stimuleren. En nogmaals, voor iemand die denkt, nou daar kom ik ook goed vanaf. Nee, als je de drank niet wil afgeven of als je er stomdronken bij ligt, ja, dan krijg je alsnog de prent. Waar je volgens de wet ook recht op hebt. Voor Teddy Vrijmoed worden het bijzondere feesten. Zij is bezig aan haar laatste week als directeur van de Vierdaagse feesten. Het is emotie aan de laatste Vierdaagse, ja, dat is sowieso. Het is een. Eigenlijk ben ik er niet mee bezig, want ik ben gewoon heel hard aan het werk. En het voelt alsof ik gewoon weer een Vierdaagse feesten mag doen. En tegelijkertijd voel ik af en toe in mijn achterhoofd zo'n gedachte die zegt van je moet nog wel een keertje extra genieten en een keer extra opletten. En ik weet ook nog niet hoe ik me volgend jaar ga voelen. En ook bij de nieuwe marsleider is de spanning te voelen. De Vierdaagse komt eraan. Ja, natuurlijk heb ik wel een beetje zenuwen. Kijk, op zich weet ik precies waar het over gaat. Ik was onder mijn voorganger al 8 jaar de plaatsvangend marsleider. Nu voor het eerst zelf. Dat geeft wel een beetje kriebels, ja. Ik ben inderdaad Nijmegenaar van geboorte. En ja, dat maakt het wel heel bijzonder om deze functie dan te bekleden. Behouden het feit dat je als je hier in Nijmegen woont en geboren bent, dat het evenement zo ongeveer in je genen zit. En dat mag je een voordeel noemen. Het kan ook een beetje een nadeel zijn, hè? Dat je te dicht en te geenthousiasmeerd op het evenement zit. Dus nee, ik denk niet dat het iets uitmaakt. Nou, ik ben positief zenuwachtig. Het is elk jaar weer genieten in het traject daarna. En dat kan ik ook zeggen, omdat ik weet, in die week zelf gaat het zo snel, omdat ik op heel veel plekken ben, heel veel mensen zie. Ik geniet waarschijnlijk nog het meeste nu in de aanloop, omdat je weet, het wordt weer de mooiste week van het jaar.